Hallo, welkom bij Paul's Model Train Stuff. Vandaag een What's Inside video van de Meano TGV set. Ik heb hem hier uitgestald staan. Het zijn twee locomotieven, waarvan eentje, dat is deze, een dummy is, er zit geen motor in, maar wel contacten op de wielen om ervoor te zorgen dat de verlichting van het frontseinde doet. Kijk, ja, het is een beetje, het rood is te zien. Het normale wit licht haast niet. Echte locomotief is deze. En ik ben met name benieuwd of het makkelijk is om hier digitale decoder in te prikken. Ik zou me niet verbazen als hier gewoon een aansluiting in zit, zoals met wel meer moderne treinen. De manier dat deze samengesteld is, is wel wat ongebruikelijk. Ik had het nog niet eerder gezien totdat ik deze Meano had. Bij deze twee middenste wagons, er zit een Jacobs draaistel en je kunt ze aan elkaar klikken op deze manier. De grote pin die erin zit, en dan heb je dus een mooi draaistel precies middenin tussen de wagons zitten. En op het einde zitten normale draaistellen en een kortkoppeling. Even kijken of die ook een beeld kan krijgen aan deze kant. Los van het draaistel zorgt ervoor dat hij dichter tegen de locomotief en de dummy locomotief aan zit. Vanwege plaatsgebrek haal ik ze even uit elkaar. Deze schuif je zo erop. En, nou ja, kort gekoppeld. Even kijken, dat is ook nog relatief. Maar zo zitten ze dichter tegen elkaar dan wanneer rechtstreeks op de draaistellen. Hoewel, naar mijn mening mag dit nog wel een stukje dichter bij elkaar. Het is niet iets wat ik vandaag onder handen ga nemen. Dat is iets waar ik nog uit moet gaan vogelen hoe dat zou moeten. Even wat van deze opzij zetten. Zo, zo. De locomotief. Nou, het model is niet geheel anatomisch correct. De echte TGV ziet er lichtelijk anders uit. Er zijn heel veel mensen die er filmpjes over hebben gemaakt over wat er allemaal anders is. Ik vind het een mooie trein zoals hij is. Ik heb hier ook de Thalys variant van, die er bijna hetzelfde uitziet. Maar dan dus zonder de duplex wagons ertussenin. Wat eigenlijk een herschildering is van deze. Ook dat is niet geheel correct. Voor mij, het maakt mij niet uit. Ik vind ze mooi zoals ze zijn. Maar ik ben wel heel benieuwd wat hierin zit. Dus, deze zijn nog niet eerder open geweest. Tenminste, niet zo lang als ik ze heb. Dat is toch al een paar jaar. Ze hebben ook nog niet zo heel veel gereden. Er is nog niet veel reden geweest om ze open te maken. Ik weet eerlijk gezegd niet hoe ze open zouden moeten. Dat voelt als metaal aan die onderkant. Misschien had ik toch even een handleiding moeten lezen om te zien hoe je deze open moest maken. Kijk aan. Zo. Dit zijn de draden voor de verlichting. Het zijn ledlampen, wit en rood. En verder zit hier de motor die beide wielen, beide draaistellen aandrijft. En ik zie hier geen aansluiting om hem digitaal te maken zo gauw. Maar aangezien deze draden naar de verlichting nog redelijk lang zijn, de motor toren ook. Hij pikt de stroom op van beide draaistellen. Is dit best goed te doen? De vraag is alleen hoe je de
verlichting aansturing gaat doen op de andere locomotief, de dummy locomotief. Een van de manieren is natuurlijk om de draden door alle wagons heen te lussen. Hier met dit Jacobsdraaistel zou dat nog wel goed kunnen. Hier kun je de verbinding, het sterretje ook goed wegwerken. Maar tussen de locomotief en de wagon zelf is dat toch wat lastiger. Zeker ook omdat die koppeling niet zo kort is als dat die zou moeten zijn. Ik heb op dit moment geen decoder om even vlug in te bouwen, maar ik was met name benieuwd hoeveel werk het zou zijn. Ik moet zeggen, ik vind het wel grappig om deze van binnen te zien, nog niet eerder gezien zelfs. Dit hele onderstel is dus van metaal. Of eigenlijk deze hele onderkant, de onderstellen zelf zijn weer van plastic. Ja, een simpele kap. Ik ga hem weer in elkaar zetten. Dan kan hij weer terug de doos in voor een later project om deze digitaal te gaan maken. Eerst kijken hoe gaat deze in elkaar. Zo. Ik verwacht dat de talies die ik hier heb liggen net zo eenvoudig uit elkaar te halen is. Alleen die doos is twee keer zo groot en ligt ook nog eens onderop. Dus niet echt interesse in om die nu tevoorschijn te halen. En ik geloof dat deze de camera wil niet focussen. Deze en de talies hebben elkaar een keer een kusje gegeven. Nou, hier zie ik het niet zo op, maar ik geloof dat er op de talies een blauwe veeg zit. Ja goed, dat hoort erbij. Deze dingen moet je mee rijden, vind ik. En dan kan zoiets ook gebeuren. Nou, dat was een peek inside die Meccano TGV. Ik hoop dat je het interessant vond. Like, deel, subscribe en doe wat je wil ermee. Bedankt voor het kijken.